Schooleksters zijn echte waddenvogels. Een vogel met aparte manieren. Er zijn eigenlijk twee groepen schooleksters. Eerst heb je de zogenaamde hokkers. Zij hebben het goed voor elkaar. Hun nesten dicht bij elkaar op de kwelderrand, vlak bij het wad, dicht bij het voedsel. Hun plekje hebben ze met veel moeite veroverd en deze bewaken ze jarenlang trouw en fel. Ze zorgen zelfs voor een erfenis. Hun jongen nemen vaak dezelfde plekken weer in, zo hebben onderzoekers ontdekt. Dan heb je de groep van wippers. Die broeden op grotere afstand van de Waddenzee, op de tweede rang. Wippers moeten meer vliegen met voedsel, waardoor de kuikens minder voedsel krijgen. Wippers krijgen ook minder nakomelingen. De strijd om hokker te kunnen worden is moordend. Het lukt alleen de sterkste schooleksters om een eerste rangsplek te bemachtigen. Er is zelfs een wachtrij voor de broedplekken. Sommige schooleksters kunnen wel 10 jaar wachten tot ze hokker kunnen worden. Ze leven in een groep aan de rand van de kwelder. Schooleksters kunnen 2 soorten voedsel eten. Afhankelijk van het seizoen en de plek waar ze leven. Hun snavel is puntig om wormen uit de wadbodem te pikken. Maar is het menu schelpdier, dan verandert de snavel in een stompe, beitelvormige snavel. Daarmee halen ze een schelp uit de grond en hakken ze hem open. Schooleksters hebben zo dus verschillende manieren gevonden om te overleven in het Waddengebied.